Ahoy, leuk dat je weer kijkt. Ik ga je nu in een paar delen meenemen in ons dromen durven doen verhaal. En dat begint zo. Twee landrotten, waarvan de kinderen net het nest hebben verlaten, zitten in het midden van hun levensfase. Gooien het roer om, verlaten hun stenen huis en geboorteplaats, bouwen met hulp in 9 maanden een vrachtschip om tot woonschip, hergebruiken oude spullen voor de inrichting, gaan voor het eerst van hun leven op het water wonen, manlief haalt al de benodigde vaarbewijzen, gooien regelmatig de trossen los om met hun drijvende huis te gaan varen. Voor deze nieuwe waterbewoners is dit het ultieme gevoel van vrijheid. Dit is mijn verhaal over onze koerswijziging. Want als je je altijd hebt afgevraagd of wij onze robbedoes zo kant-en-klaar hebben gekocht, nee dus. In deze vlog ga je alles zien hoe wij een vrachtschip om hebben gebouwd tot ons varende woonschip. Veel kijkplezier! Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Mijn wens om een boek te schrijven is gelukt. En aan de hand van dit boek neem ik je mee in ons dromen durven doen verhaal. En ik begin met ons voor te stellen wie wij eigenlijk zijn en waar wij vandaan komen. Dit is Wim Robertsen, geboren op 21 juli 1965 in Woudenberg. En hij is opgegroeid op een loonbedrijf. In zijn werkcarrière begon hij als internationaal vrachtwagenchauffeur. Hier was hij zelfs in Tunesië. Daarna heeft hij een aantal jaar bij het loonbedrijf van zijn ouders gewerkt. En uiteindelijk is hij in de windenergie terechtgekomen. En hij heeft zelfs nu zijn eigen bedrijf. En dat heet Business in Wind. En dit ben ik. Geboren als Anneke de Koning op 15 november 1966, ook in Woudenberg. Door bepaalde omstandigheden was mijn jeugd helaas erg lastig. Ik had een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Gelukkig is dat uiteindelijk, vooral door ons dromen durven doen verhaal, goed gekomen. Ik ben opgegroeid op een manege. Paardrijden was mijn alles. Ik reed wedstrijden, gaf paardrijles, alleen helaas door rugproblemen moest ik ophouden met mijn grote liefde. In mijn werkcarrière heb ik 24 jaar in de supermarkt in Woudenberg gewerkt en daarna 10 jaar bij de woningcorporatie in Woudenberg. En daarna ben ik voor mezelf begonnen als ZZP'er en dat doe ik nu nog steeds. Ik doe van alles. Toen ik 18 was en Wim 20, liepen wij elkaar tegen het lijf. En het was liefde op het eerste gezicht. Op 20 januari 1989 zijn we dan ook getrouwd. Ons eerste huis was aan de Stationsweg in Woudenberg, waar ons gezin werd verrijkt met 2 kinderen. Na 6 jaar op de Stationsweg te hebben gewoond, zijn we met ons gezin verhuisd naar de Nico Berstenweg, waar we 11 jaar hebben gewoond. Maar Wim had altijd nog een droom om een eigen huis te bouwen. En dat hebben we toen kunnen realiseren. Op de Van Steenbergenlaan hebben we dit mooie vrijstaande huis gebouwd. 10 jaar lang hebben we heel fijn in ons laatste huis gewoond. Tot onze kinderen in september 2012, wat natuurlijk heel gezond is, hun vleugels uitsloegen. Dochter Kim ging samenwonen met schoonzoon Mark en onze zoon Niels ging in dezelfde maand in een studentenhuis in Delft wonen voor zijn studie. Ook in dezelfde maand moesten we ons hondje na 11 jaar in laten slapen. Toen was voor mij in ieder geval het leven in dit mooie maar lege huis, Wim was toen voor zijn werk veel in het buitenland, even niet meer zo fijn en had ik enorm last van het lege nestsyndroom. Dit bracht ons op onze droom om op het water te gaan wonen. En deze droom kwam echt uit het niets, want wij hadden helemaal geen ervaring met schepen, geen vaarbewijzen. Dus het was voor ons een totaal nieuwe wereld. En toch bedachten we willen op een schip gaan wonen. Dat leek ons geweldig gaaf.
We hebben nog wel 2 jaar de tijd genomen om dit te onderzoeken. Of dit echt was wat we wilden. En wat er allemaal bij komt kijken bij zo'n stap. Na die 2 jaar bedenktijd wisten we het gewoon zeker. We gaan ervoor. Toevallig was er een ligplaats te koop in Amersfoort. Vlakbij onze geboorteplaats Woudenberg. Dus het was ideaal. Alleen op die ligplaats lag een sleepboot. Met bouwjaar 1929. Een hele gave sleepboot. Alleen was dat niet waar wij op wilden wonen. Maar goed, om de ligplaats te kopen moesten we deze sleepboot erbij kopen. Dus hebben we dat ook uiteindelijk gedaan. Deze mooie sleepboot met de naam Bertha had nog het originele MAN motorblok in zich. Alleen, dit motorblok had al 12 jaar niet meer gedraaid. Dus ja, dat was voor Wim en zoon Niels een gigantisch mooie uitdaging om dit motorblok weer draaiende te krijgen. En dat hebben ze voor elkaar gekregen. In het volgende filmpje ga je zien hoe dat moment was. Cilinders direct? Hij doet van harte. Ja, dat loopt, joh. Wat mooi, hij liep echt mooi. Ja. Nou, je snapt vast wel na het zien van dit filmpje dat deze twee mannen apetrots waren dat het ze gelukt was. Uiteindelijk hebben we gelukkig de sleepboot kunnen verkopen aan 2 jonge broers die de sleepboot ontzettend mooi aan het opknappen zijn. Je kan ze volgen op hun Facebookpagina onder de naam Sleepboot Monopol. En we zijn ontzettend blij dat deze sleepboot weer gewoon gebruikt wordt, in de vaart blijft en niet naar de sloop is gegaan. Met het naar buiten brengen van ons nieuwtje, dat wij het roer om gingen gooien, hebben we gelijk ons huis in Woudenberg te koop gezet. En deze hadden we binnen 6 weken verkocht, dus toen hadden we een uitdaging. Want waar ga je dan even wonen? Want we hadden nog helemaal geen schip. We hebben toen besloten, omdat we de kade toch al hadden, om daar woonunits neer te zetten. Op deze manier konden we namelijk al gelijk op onze plek gaan wonen en wennen aan onze nieuwe omgeving. Dus met familie en vrienden overgehuisd van ons vrijstaande huis naar deze woonunits. Dus zo kwam het dat wij in november 2015 al op de havenweg in Amersfoort konden gaan wonen. Op onze huidige ligplaats. Alleen niet in een huis en niet op een schip, maar in woonunits. En ik heb in november 2015 een filmpje gemaakt hoe wij daar toen bij zaten. Want dat was best een uitdaging. Wij waren van een huis van 160 vierkante meter naar deze woonunits van 54 vierkante meter verhuisd. Maar wat was het fijn om al te wennen op onze plek. En Wim kon gewoon lekker verder met de tekeningen van ons droomwoonschip. Uiteindelijk hebben we 11 maanden in deze woonunits gewoond. En met heel veel plezier, kan ik je zeggen. Nadat we helemaal gesetteld waren in de woonunits, gingen we op zoek naar een geschikt schip waar we ons woonschip van wilden maken. Met een scheepsmakelaar zijn wij bij ongeveer 7 schepen wezen kijken. En uiteindelijk
is dit er geworden, het tweede schip wat we hebben bekeken. Toen onder de naam Senang. Ze lag bij de Beatrixsluizen in Nieuwegein en eigenlijk was het voor ons liefde op het eerste gezicht. We hadden er geen verstand van, maar we zagen gelijk de mooie lijnen van dit schip en de mooie afwerkingen. Het is een echte duivendijker, daar kwamen we pas later achter. En dit type schepen schijnt erom bekend te zijn, om de mooie afwerkingen en de mooie lijnen. Onze keuze was dus gevallen op deze Kempenaar. We hadden alleen gelijk wel onze eerste uitdaging te pakken. Want dit schip was 55 meter lang. En de vergunning die we hadden aangevraagd ondertussen in Amersfoort, liet een schip van 34 meter toe. Dus ze moest een stukje korter worden gemaakt. Hoe zag het laadruim er toen uit trouwens? Tegenwoordig is dat onze woonkamer, badkamer, slaapkamer, maar dat ga je later in dit verhaal zien. Op 16 november 2015 zaten we bij de notaris en werden wij de eigenaren van vrachtschip Senang. We hebben haar toen wel gelijk de naam Robbedoes gegeven. En hoe wij aan de naam Robbedoes komen, dat komt door onze achternaam. Want wij vinden de naam Senang een hartstikke mooie betekenis hebben, want het betekent tevreden. Maar het paste niet bij ons, dus we zijn aan het zoeken gegaan naar een naam die wel bij ons past. En wij vonden Robbedoes, gerelateerd aan onze achternaam Robertsen, een toepasselijke naam. Zo zag trouwens de woonkamer er toen uit. En zo de keuken. Deze ruimte is de roef. En dat is ondertussen onze bed en breakfast geworden. Maar ook dat zie je later in dit verhaal terug. We gaan eerst beginnen om van dit schip een woonschip te maken. Maar dat begint met tekeningen en ontwerpen. En dat tekenen en ontwerpen is zo begonnen. Gewoon met een schetsblok en potlood. We hadden wel een aantal belangrijke speerpunten. Wij wilden het schip zoveel mogelijk schip laten zijn, maar wel met zoveel mogelijk wooncomfort. Ook wilden we overal water kunnen zien en veel licht in huis hebben. Zelfvoorzienend was ook een belangrijke. En binnen 15 minuten weg kunnen varen, want dan ga je tenminste vaak varen. Het hergebruik van zoveel mogelijk spullen was ook een belangrijke. Toen we eigenaar waren van het schip, zijn we met familie en vrienden het schip leeg gaan halen. Want de vorige eigenaren hebben het gewoon vol achtergelaten. Tijdens het leeghalen klopten er op een gegeven moment een paar onbekenden aan de stuurdeur. En wat bleek? Deze man links, de eerste eigenaar van ons schip, toen het nog voer onder de naam Spes Ecura. En zijn broer en neef hadden ontdekt dat wij een Facebookpagina hadden waarop de verbouwing te volgen was van hun oude schip. Dus ze kwamen met fotoboeken, kwamen ze bij ons aan boord om eens te kijken en bij te praten wat wij van hun, want het was nog steeds hun scheepje, gingen maken. We hebben nog steeds contact met deze mensen, superleuk. Nadat we het schip zoveel mogelijk leeg hadden gemaakt, zijn we op 24 november 2015 van Nieuwegein naar scheepsreparatiebedrijf Misty in Arnhem gevaren. Nou ja, goed, wij hadden nog geen enkele vaarbewijs. Dus de vorige eigenaar, Ad van Weigerde, heeft ons schip gevaren. En hier ligt ze dan. Ik noem het voor de slagbank. Want zo voelde het ook een beetje. Want we hadden 21 meter ertussen uit te laten halen. Anders konden we namelijk niet op onze vaste ligplaats in Amersfoort gaan liggen. Dus met de snijbrander begonnen ze met het eerste stuk los te snijden. En dit stuk van 21 meter is er dus tussenuit gehaald. Eigenlijk moet je het zo zien. De kop is er eerst afgesneden.
En daarna het stuk van 21 meter. En daarna hebben ze de kop en de kont weer tegen elkaar aangehesen, zodat die weer aan elkaar gelast konden worden. Ondertussen had Wim dit soort professionele tekeningen gemaakt. Hij had het zichzelf trouwens aangeleerd, want hij was helemaal geen tekenaar. Ook de binnenkant, de indeling, stond allemaal op papier. Maar dit is dus ons ontwerp. En daar hebben we ook ons de hele bouw aan gehouden. Na het inkorten, toen was het ondertussen half januari 2016, is Robbedoes van Misty naar lasbedrijf Casper Heldorven gesleept. In Arnhem ook nog steeds. En lasbedrijf Heldorven is begonnen eerst met al het overbodige eraf te snijden. En uiteindelijk was dit het resultaat. Een lege bak. De roef, de achterkant van het schip en de stuurruts zijn gewoon intact gebleven. En in deze lege bak gaan we stuk voor stuk ons huis bouwen. Door het inkorten lag het schip voor 68 centimeter hoger dan achter. Daarom hadden we 36 ton aan ballast nodig. Dat hebben we opgelost door 4 dikke staalplaten voor tegen het kopschot aan te lassen, waardoor het schip weer horizontaal kwam te liggen. En hier zie je dat Wim samen met de lasser de eerste paal vastlast. Dit is de ondersteuning van onze keukenvloer. Ook hebben we uit de 21 meter die ingekort is een stuk laten snijden, die je hier ziet. En dit stuk is geplaatst midden in onze woonkamer en dient nu als een room divider. Ook is er een stuk gebruikt langs de trap en die dient ook gelijk ter ondersteuning van de keukenvloer. En daarna zie je stuk voor stuk dat er staalplaten vast worden gelast. Dus het schip gaat steeds meer de vormen krijgen. Wij hebben zoveel mogelijk ook zelf gedaan. En hier zie je mij samen met mijn zus Ine van alles slopen in de roef. Dit was de wc in de roef. Dat is nu uiteindelijk onze hal geworden in de bed en breakfast. En Wim kon urenlang zich vermaken met alle kabels. Ik noemde hem ook de kabelkoning. Hij heeft alle oude kabels eruit getrokken en alles vernieuwd. Want dat was in de loop der jaren, door de wisseling van de eigenaren, was het een beetje een onoverzichtelijke toestand geworden, waardoor Wim dat allemaal netjes heeft aangepakt. En stap voor stap zie je hier het geraamte van de keukenopbouw. En ik noem dit de ribbenkast. Dat is uiteindelijk het dak van onze woonkamer en van de slaapkamer. En zelfs het trapje wat langs de stuurrut zat, die wij hebben opgeofferd om een hal te maken, het hekje wat daar langs zat, is gebruikt en dat staat nu in de keuken boven de trap waar we naar beneden gaan. Dus dat bedoel ik met zoveel mogelijk spullen hergebruiken. Zo zie je heel veel items terug in ons schip. En stuk voor stuk wordt de keuken dichtgemaakt. En zie je hier dus dat we langs de stuurrut naar achter toe een hal hebben gecreëerd. Zodat we binnendoor gelijkvloers van ons eigen privéwoongedeelte naar het achterste gedeelte, wat nu de bed en breakfast is, kunnen lopen. Ook worden er 2 partijspoorten in de keuken gemaakt. En beneden in het ruim, het voormalige laadruim, worden ook gaten gesneden, zodat we ook beneden water kunnen zien. Ook in onze keuken wordt een hoekraampje gemaakt. Want zoals ik al zei, we wilden overal zoveel mogelijk licht en water kunnen zien. Met mannenmacht werd er gewerkt door lasbedrijf Heldorven om alles op tijd klaar te krijgen. Echt, de vonken vlogen er vanaf. En ook het weer zat niet altijd mee.
Ze moesten weer een stuk plastic op worden gedaan. En hier zie je beneden in het laadruim dat ze aan het werk zijn om het ronde poort eruit te snijden. En op 28 maart konden wij vertrekken bij lasbedrijf Heldorven vandaan, want toen hadden hun het werk klaar. En werden wij gevaren door de vorige eigenaar weer naar de volgende werf en de volgende fase. En wij genoten volop. Wim had toen de matrozentaak op zich genomen en ik liep alleen maar te stuiteren en te genieten van alles. We hadden echt geen ervaring, maar het was volle bak genieten. Ik ga je zo een filmpje laten zien die gemaakt is door familie en vrienden die in de sluis stonden om ons langs te zien varen. Goeie vaart! Doei! Goeie vaart! En met dit bonte gezelschap voeren Wim en ik op 28 maart 2016, terwijl het code geel was, windkracht 7-8, met schipper Ad achter het roer, onze zoon Niels, dochter Kim en zus Ine, voeren wij van Arnhem naar de volgende werf in Amsterdam. In mijn volgende vlog ga ik je meenemen hoe dit proces verder ging. Dus als je mij al volgt op mijn YouTube-kanaal door de mobiel van Anneke, dan zie je het vanzelf langskomen. En zo niet, dan zou ik het leuk vinden als je me nu wel gaat volgen. En dank je wel voor het kijken weer, hè? Toedeledokie en heel graag tot een volgende ronde!